Hoi, goedemorgen. Nou, ik ben blij dat ik thuis werk vandaag. Ik heb wel dus echt weer een beetje een brakke nacht gehad. Ik heb wel een paar keer gedroomd. Dus ik heb wel een paar keer geslapen, dat weet ik wel. En Jeff die was nu niet met zijn benen gelukkig bezig. En die ging gelijk met mij slapen. Dus ik had geen last van dat hij aan het gamen was of zo. Dus dat vond ik heel fijn. Wel ging Jeff nog heel erg snurken. Mijn vrouw hieronder, die... heeft een heel dansoptreden gegeven. Dat vind ik dan op zich wel weer schattig. Ja, daar kan ik dan wel van wakker liggen. Maar niet echt van wakker liggen qua gevoel. Ik vind het wel heel erg leuk dat ze zo bewegelijk is. En ik kon niet een lekkere houding vinden om te liggen. Ik moest weer minstens 4 keer plassen. En net op het moment dat ik dacht, oké, nu kan ik nog wel... even slapen en dat ik net echt lekker lag. En toen kwam er een. Werd er volgens mij een container voor de deur gezet. Zo'n stalen, weet je wel. Met werklui die tegen elkaar aan het schreeuwen waren. En stenen die erin werden getiefd. Van waarschijnlijk hele hoge hoogte. Want je hoorde het helemaal nagalmen. Volgens mij was het echt onder ons raam. Toen hebben we het raam nog dicht gedaan. Maar. Er was bijna geen verschil in geluid. Dus nou ja, daar kon ik ook niet echt meer van slapen. Dus ja, niet echt de beste nacht gehad ooit. Gisteren eigenlijk ook niet echt. En eergisteren eigenlijk ook niet echt. Ik kan me eigenlijk niet eens meer herinneren sinds wanneer ik echt, echt goed geslapen heb. Dus ja, het was pittig. Nu ga ik aan het werk weer. Het is 8:30, dus gelukkig heb ik iets meer kunnen uitslapen. Anders was mijn wekker om 7:00 gegaan. Jeff die gaat zo een ontbijtje voor me maken. Heel chill. Ja, ik moet vandaag bloed prikken. Dus dat gaan we ook vandaag doen. Want volgens de verloskundige... Ik weet niet helemaal sinds hoe ze dat gecheckt hebben en sinds wanneer ze dit weten. Ik heb eigenlijk ook niet gevraagd. Ik had zoiets van, nou ja, ik doe het maar gewoon. Maar blijkbaar heeft de baby een andere bloedgroep dan ik. En ze willen dan met een bloedtest kijken of mijn lichaam geen antistoffen aanmaakt voor haar bloedgroep. Omdat het een andere bloedgroep is dan die van mij. Dus dat ga ik testen. En daarnaast wordt mijn ijzer ook weer getest. Dan neem ik elke dag ijzertabletjes. Juist omdat ik nu extra bloed aanmaak. Dus ik neem aan dat het gewoon goed zit. Maar ja, toch wel lekker dat het meteen meegenomen wordt. Dus dat ga ik vanmiddag doen rond mijn pauze. En dan dat. Yep, aan de slag. Smoothie van Jeffrey als ontbijt met banaan en... havermelk en mango. Wat zit er nog meer in? Appel, mango, banaan. Havermelk. Havermelk, ja. Lekker. Hola, ik ben bezig met een edit. En ik ga ook even eten. 3 maal raden wat ik ga maken. Een broodje Laplace met romaine-sla. En dat eigenlijk. Nom nom nom. Oeh la la la. Nou, daar gaan we dan. Hola, ik zal nog even een update geven. Ik heb mijn bloed laten prikken. En dan ga ik al heel spastisch met Jeff een gesprek aan. Over any subject. Vorige keer dat ik bloed liet prikken, hadden we het over huis kopen en dingen. Nou ja, dat gaat dan waarschijnlijk niet meer worden voor de bevalling. En ik vind dat ook helemaal prima eigenlijk. En Jeff is op de achtergrond allemaal dingen aan het ritselen. Mocht je je afvragen wat voor geluiden... je hoort. Je bent een ritselaar. Ik ga deze pleister maar even afhalen. Maar ik heb net bloed laten prikken. En het is dus om te kijken of mijn lichaam antistoffen maakt. Als de baby een andere bloedgroep heeft dan ik. Ik heb dus blijkbaar rhesus negatief. Bloedgroep A. En de bloedgroep A maakt op zich volgens mij niet zo uit. Maar het komt erop neer dat de rhesus negatief... dat het afhankelijk is van wat Jeff heeft. Dat weten we dus helaas niet.
als Jeff ook racist negatief heeft, dan is de baby sowieso racist negatief. En anders als Jeff positief is, dan kan de baby ook positief zijn. Wat betekent dat negatief en positief, dat mijn lichaam dan antistoffen kan maken omdat hij de positieve bloedgroep van de baby dan niet herkent. Maar we weten dus niet of dit zo is. Wel weten we dat racist negatief, dat 1 op de 7 mensen dat hebben. Of in ieder geval vrouwen. Dus I'm special apparently. Heb ik weer. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik had zoiets van, ja, we hadden ook Jeff's bloedgroep kunnen laten testen. Maar ja, als hij dan weer positief was, moest je alsnog deze test doen. Dus op zich, prima. Ik ga de blijfjes even afhalen, want hij trekt. En weer verder met werken. Ja, ik heb even een iets wat mij opvalt. Ik ben de was aan het opvouwen. En er is bijna alleen maar kleding van Jeffrey. Wat ik mij dus afvraag. Ik ga bijna elke dag naar kantoor. Deze man zit hier thuis. Die doet de deur open in bijna elke dag hetzelfde. Als ik hem hier rond zie lopen, loopt hij in zijn onderbroek. Of meestal iets wat hij de vorige dag ook aan had. Hoe kan het zo zijn dat jij, Pieters, zoveel meer was hebt dan ik? Stiekem pak ik gewoon uit mijn kledingladen zo. Toen doe ik het gelijk bij de vieze was. Doe je dat echt? Nee, natuurlijk niet. Wel zijn. Because that would not surprise me. Ik weet ook nog gewoon dat moment dat ik samen ging wonen met Jeff. En kijk, als je gaat samenwonen, dan stel je in van dan ben je met 2 personen. Dus dan heb je 2 keer zoveel was. Dus je bent eerst alleen en dan ben je met z'n tweeën. Bij ons was dit dus niet het geval. Ik had niet ineens 2 keer zoveel was. Ik had 3 keer zoveel was sinds ik met Jeff samenwoon. En dat is nooit gestopt. En ik snap niet waarom ik wazig ben. Mijn gezicht zit gewoon hier, hoor. En aangezien ik tegenwoordig steeds meer leuke reacties van jullie krijg, ben ik oprecht benieuwd. Zijn er bij jullie ook van dit soort ontspoorde mannen? Die zoveel was creëren. Terwijl ze het volgens mij niet eens echt dragen. Hoe kan dit? Help mij dit mysterie oplossen. Ik snap er oprecht niks van. Ik ben nog steeds... Oh, wacht. Dit is 1 sok van mij. Boehoe. De eindstand. Let even niet op de kleding die hierachter ligt. Dat komt niet net uit de was. Eindstand. Beddengoed. Jeffrey's kleding. Jeffrey's sokken. Oké, 1 paar. Chapeau. Jeffrey's ondergoed. Mijn ondergoed. Vind ik sexy. Mijn ondergoed. 2 sokken van mij. Een mondmasker van Jeffrey. Een hoopje alleenstaande sokken. Ik weet niet wat er met hun relatie gebeurd is, maar die is even tijdelijk verbroken. En dit is oprecht het enige shirt wat van mij uit de was komt. Dit is redelijk representatief voor hoe de was normaal gesproken is. How is this my only things? Wow. Mijn Engels. Wat zei je? Ik zei dat licht. Dat licht. Ik deed de flitser aan. We hebben een idee verzonnen. Eigenlijk heb ik een idee verzonnen. Het is het liefdestentje. En... Maar er is geen liefde. Er is geen liefde, zegt Evie. Meneer is alleen maar aan het gamen de hele dag. Ik was net aan het gamen en ik was in een belangrijk stukje in de game. En Eline, die vroeg heel veel aandacht. Heel veel uit het niets. Heel veel aandacht. Waardoor natuurlijk in mijn game dat ik natuurlijk dood ging omdat... iemand voor het beeld en zo ging springen. Waar ik zeg maar een half uur voor heb geploeterd in de game. Heel erg leuk. Als iemand dan op dat moment ervoor springt. Dus toen vond ze natuurlijk dat ik geen aandacht gaf. Dus ik dacht, hey, dan ga ik even achter de zitten op de bank. Ook al heb je mijn game verneukt. Dus ik dacht, ik ga even achter de zitten. En het ging met de hamvraag is, wat is belangrijker? De hamvraag. De halve dag gamen. De halve dag, zeg. Of liefde. Waar heb je meer aan? Zo. Waar krijg je meer waarde aan in zo je leven? Niet waar. Misschien voelt het voor jou aan als een halve dag. Ik denk dat jij makkelijker een hele dag zonder mijn knuffels en aandacht en liefde kan. Dan een dag zonder gamen. Nee? Prove it. Prove it, oké. Okay. Het is al bewijs genoeg dat ik hier nu achter je zit. Nee, want je game is gewoon gestopt. Die heb je eerst afgemaakt.
Ik heb helemaal niks afgemaakt. Ik heb gestopt. Ja, want die game kan oneindig lang doorgaan. Dat is zeker waar. Dus ik ben gestopt. I rest my case. You rest your case. Ik haat games. Behalve board games, die zijn wel leuk. Hè? Oh, dan board games ook. En Tetris is wel leuk, omdat ik, Tetris, omdat oh, ik Tetris, altijd win van iedereen. Oh, ja. Maar dat zou ik niet elke dag van mijn leven doen. Maar jij gamet zoveel dat het bijna verslaving lijkt. Zeg maar vooral met de Sims-verslaving. Dat heb ik vroeger gehad, ja. En waarom denk je dat ik niet meer game? Je kan jezelf gewoon niet de controle aan. Ik ben wel verslavingsgevoelig, ja. Verslavingsgevoelig? Jij ook, denk ik. Ja, ik ook. Misschien bij bepaalde dingen. Misschien. Zijn jullie ergens verslavend, verslaafd aan? Nee, niet het antwoord afleiden van het gamen. Wat toen maar ik ben serieus benieuwd naar of je nergens verslaafd naar zijn. Waar ben jij verslaafd aan op dit moment? Liefde en aandacht. Liefde en aandacht, nee, dat snap ik. Maar ook qua dingetjes, qua eten bijvoorbeeld, of qua... Broodje Laplace. Broodje Laplace, die heb je... Ja, ze maakt vegan broodjes Laplace. En jouw smoothies met bananen. En mijn smoothies die je elke ochtend wat krijgt. Dan zien we heel veel bananen. Trouwens, nu zijn niet ook elke bananen. Ochtend. Bijna elke ochtend. Eens per week. Twee keer per week. Twee keer per week. Denk wel drie of vier keer per week, hoor. Dat ik niet. Afgelopen... gisteren hebben we... Nee, gisteren hebben we niet de smoothie. Dat klopt. Nee. Toevallig deze week maar twee keer. Of nog twee keer een smoothie krijgen. Ik zeg niet dat het te weinig is. Nee. Waar ben jij verslaafd aan? Ik weet wel wat. Ik denk gamen en muziek maken. Oh, je geeft wel toe dat je eraan verslaafd bent. Ik, zeker als ik in een spelletje zit, dan wil ik er 100% voor gaan. Elke dag. En niet dat iemand dan ervoor zorgt dat je doodgaat na een half uur lang ploeter in een game. Ja. Yeah. En muziek maken vind ik ook heel erg leuk om te doen. Maar ja, verslaafd, ja, nou ja. Ik ben altijd was je daar maar verslaafd aan? Als je de hele dag muziek maakte, dan vond ik dat veel leuker dan als je de hele dag gamet. Nou, ook niet als ik dan bezig ben met Loopstation. Dan zei je van die dubbefix shit toe. Van de oep, oep, my inhibitions. Dat is ook muziek maken. Ja, maar dat is... Oh, maar dat, oh je moet alleen dat voor, anders... volgens jouw hokje pas. In jouw gewoon hokje pas. Dan is het leuk. Gitaarspel op de achtergrond en een beetje zingen. Jongens, ze weten al hoe dit gaat. Hoezo weten we hoe dit gaat? Dus ga maar zwaaien. Doei. Nee, ik ga helemaal niet zwaaien. Tot mijn vlog. Ik haal zelf wat ik doe. Sorry, hoe is het met jouw YouTube-kanalen afgelopen? Welke YouTube-kanaal? Ja, welke van de vijf? Ik heb zin in chocolade. Ik heb eigenlijk zin in een warme chocolademelk met mini marshmallows. Zo, heel specifiek. Ik weet namelijk dat er nog een bal in de voorraadkast ligt. En dat is een soort van pure chocoladebal. Mm-hmm. Er zitten mini marshmallows in. En als je die dus in de warme warme melk doet. Oeh, ze trapte. Dan, dan heb je chocolademelk met mini marshmallows en hij is vegan. Goed verhaal dit trouwens. Voor de... Vind ik wel. Oh, ik ben zo gaar. Wil jij eten maken? Ja, ik ben ook echt gaar. Willen jullie eten zwanger. Maken? Ik ben zwanger. Dat is best een goed excuus, thanks. Vind je dat je het zwaar hebt met mij nu ik zwanger ben? Nee. Nee, ik had... Waarom was die? En ik dacht, ik snap het. Dat je bijvoorbeeld veel dingen, dat het niet handig is om te doen en zo. Maar... Zoals zware dingen tillen en zo. Ja, dat mag ik eigenlijk niet meer. Nee. Maar daar heb je wel zoiets van, ja, maar als je dan dit, kan je ook gelijk dat doen. En dan... Nou, ik vind wel dat ik altijd wel dankbaar ben als je boodschappen doet of dingen of zo. Ja, zeker. Kreeg laatst nog een comment over. Ja, reactie. Ik ging helemaal stuk. Iemand zei... Dat is toch gewoon normaal? Van, deed jouw ex zo nooit iets voor je, dat je Jeff zo de hemel inprijst? Ik vond het echt een gouden reactie. Maar ja... Technisch gezien is het wel waar, want met mijn ex heb ik nooit samen gewoond. Dus nee, die deden niet boodschappen voor mij. Het is wel vaak echt extreem bij jou. Van of je prijst met de hemel in, of je hebt echt van alles te klagen over mij. Van dit en dat is dus en zo. Het is niet helemaal waar. Meestal vraag ik jou een paar dingen te doen op een dag. En als je ze doet, dan ben ik meestal heel dankbaar. En als je ze niet doet en de hele dag luiert en gamet, dan ben ik inderdaad aan het klagen. Ik vind wel dat ik daar het recht toe heb. Als jij de hele dag thuis zit... Maar en ik kom thuis dus ook... in een tyfuszooi en jij hebt de hele dag gegamed. Ja, dan ben ik een beetje gepikeerd. Maar dat gepikeerd. Is dus wel omdat jij dingen dus vraagt. Ja, ik verwacht ze wel van je. Of jij
weet ik voor wat, bepaald iets. Nu ding komt doet. Het. En dan van die voorwaarden stellen van oké, als je het wel doet, dan ben ik super blij met je. En als je het niet doet, dan ja, het is super... wel voorwaardelijk. Maar ik heb ook het idee dat als ik niet vraag of je dat wil doen, dat je het dan niet doet. Ja. Ik moet wel zeggen, vandaag heb je de was gedaan zonder dat ik het aan je vroeg. Zeker. Maar ik heb wel het idee dat als ik niet vraag... ik heb mijn bureau gisteren gedaan. Maar dat heb ik wel, wel gevraagd. Je hebt dat een keer gezegd. Ik heb al heel lang gevraagd of je bureau ooit een keer wilde opruimen. Ooit een keer, ja. Dus je bureau is wel nu echt toen super netjes. Zeker. Ik vind je bureau nu echt wel chill. Maar het is, ja, het is bij ons een dilemma. Ik heb het idee, als ik niet opdrachten aan jou geef, dan doe je bijna niks. Omdat er niks van je verlangd wordt. En als ik wel opdrachten geef, dan ben ik inderdaad teleurgesteld als je ze niet doet. Ja, ik verwacht wel dat je iets doet als je de hele dag thuis zit. Maar uiteindelijk, als mijn bureau een rotzootje begint te worden, heb ik vaak op een gegeven moment wel zoiets van, ik ga het opruimen. Maar als... je weet hoe lang het geduurd heeft dat jouw bureau rommelig was. Ik denk wel meer dan een jaar. Nee, dat is ook Oké, meer dan een half jaar. Ook niet. Zeker wel een paar maanden. Het is, maar zodra ik wakker word, begint van, hé, dit moet je doen, hé, dat, dan heb ik er automatisch voor van, het is een beetje, werkt precies zelfs bij jou. Als je iets opgedragen vindt dat moet, dan ga je het juist minder doen. Maar dat is ook het verschil. Jij geeft mij geen opdracht, want bij mij werkt dat niet zo. Maar het verschil is ook, als ik zie dat er heel veel rommel ligt, dan doe ik er wel iets mee, of dan ruim ik het op. En als hier de hele afwas staat en de wasmand pelt uit, dan doe jij niet automatisch uiteindelijk. Ja. Ja, als je onderbroeken op zijn. Als mijn onderbroeken bijna op zijn. Ik bedoel, je kan niet zonder onderbroeken. Snap je mijn dilemma? Of je moet ze beter buiten. Ik heb oprecht het idee dat die 5 maanden dat ik hier niet was, toen hoorde ik ook van je vrienden dat het hier rommeliger was. Ja jongens, nog rommeliger. Dat jij niet de hele week plannen met eten. Wel... Dat komt ook door mijn invloed. Nee, maar, dat jij minder gezond at. Sowieso hadden we op dat moment in de tijd dat we niet een week planning deden qua eten. Ja, we hebben vroeger ook gehad. Dat pas na onze reis hadden we dat. Maar het is wel zo dat sinds je met mij bent, eet je wel gezonder en meer groenten. En dat is zeker waar. Ja. Maar wel gezonder gaan eten door jou. Een good influence. Soms dan. Soms dan. Oké, laten we stoppen met dit. We lullen al 9 minuten of zo. Ja. Ik weet niet of ik dit allemaal erin gelaat of dat ik erin geknipt heb. Ik kan kleine stukjes knippen. En dan ik alleen de dingen knip waar ik voordelig uit vervoer. Oh, zeker. Ja, dan moet je vooral dit stukje moet je er dan wel in laten dat je dat gaat doen. Sowieso, promise. Yes, give me some of that. En deze van Jeff. Oelala, smells good. Nou, wij zijn ons, of nou ja, ik ben me aan het wagen aan Temptation Island. Je hebt die kick. Hey, jij kijkt nu niet echt meer mee, maar... Ik was bezig met jouw melk aan het maken. Ja, dat is waar. Ja, super lief. Dankjewel. Mag zeker niet klagen. Pietje heeft melk voor me opgewarmd, want I was lazy as fuck, dus ik vroeg het aan hem. Hiermee ben ik trouwens mijn nagellak er aan het afhalen, want het kan echt niet meer. Dit, het is dat jullie het niet die zit er nog op, maar dit is allemaal... kan niet meer. Maar goed, ik ga deze chocoladebal erin doen. Maar ik ga deze proberen. En eigenlijk moet je het volgens mij met meer melk doen. But I don't care if it's too chocolatey. There's no such thing. Dus ja, ik ga die bal er even in doen. En ik vind het leuk dat het vegan is. Oh, wat leuk. Het lijkt wel een surprise ei. Er zitten ook dingen in natuurlijk. Holy shit. Daar gaat hij hoor. Normaal gesproken zou ik met de warme melk nog overheen moeten gaan. Oh ja, eigenlijk wel ja. Ik ga hem gewoon onder water duwen. Because I have no patience. No patience. Mocht je denken dat dit gesponsord is, dat is het niet. Oh my god, hij gaat open volgens mij. Ik heb hem in een pakket uit Engeland gekregen. Ik heb familie in Engeland. Die hadden me toen voor kerst dit opgestuurd. Oh my god, hier beginnen die marshmallows. Kijk dan. Holy shit. Oh my god, wat cool. Die komen eruit. Oh, I like this. Niet zo doen. Lekker. Ik vraag me wel af of het dan echt een echte chocolademelk wordt. Maar die chocola is volgens mij best wel dik nog. Melt, motherfucker. Melt. En ik ga er denk ik misschien nog een chocoladeletter in dippen. Want blijkbaar kan een vrouw niet genoeg chocolade hebben. Ja, jammer dat hij uit Engeland komt. Heel lekker. Dus ik kan hem niet hier kopen. Marshmallows waren ook lekker. En Temptation Island komt zoals altijd langzaam op gang. Maar belooft veel. Belooft veel wat? Veel neuken.
Wow. Je hebt goed vertrouwen in die deelnemers? Nee, ze willen zich openstellen voor elkaar. Oh ja. Dus volgens mij mogen ze gewoon seks hebben. Ik weet al wat er open gaat. Die benen wel, ja! Nou, leuk. Hola, ik ben gisteren weer zijn einde vergeten te filmen. Ik viel meteen in slaap. Ik denk met ons praatverhaal dat de vlog al lang genoeg geworden is. Dus ik sluit hem bij deze af. Bedankt voor het kijken. Bedankt ook voor alle leuke reacties die ik de laatste tijd krijg. En bedankt camera dat je het laatste stukje nog even scherp doet. Toch? Gaan we dit doen? Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Scherp. Ja, doeg!